Mijn naam is Jan Roos en ik ben de nieuwe campagneleider voor Geen Pijl. Oh, maar Jan, wat is Geen Pijl dan? Ja, dan moet je even op geenpijl.nl kijken. Per 1 juli is het mogelijk om als burgers een referendum af te dwingen. En daarmee kan je wetten bevestigen, maar ook slopen. En dat is wat wij gaan doen, want we willen inspraak. De achterlijke EU wil een aantal landen die nog achterlijker zijn bij de EU trekken. Ik noem een Georgië. U weet wel, dat land dat bekend staat. Oekraïne staat bekend om oorlog. En Moldavië, God weet waar het ligt. Een referendum, de natte droom van D66. Als het maar niet over de EU gaat. Dus daarom gaan wij het wel doen. Maar hoe? We hebben de G, we hebben de E, we hebben de E, we hebben de N, we hebben de P, we hebben de E, we hebben de I, we hebben de L, we hebben de punt, we hebben de N, we hebben de L. Geen pijl! Geen pijl! Met 10.000 handtekeningen. Handtekeningen op papier. Op papier! Een stuk oud boom. Dat doe je dan in een envelop. Ook een stuk oud boom, maar dan gevouwen. Daar plak je een postzegel op. Vraag maar aan je opa en oma wat het is. En stuur je naar de kiesraad. Ja, ze hebben het in Den Haag een beetje moeilijker gemaakt, hè, om dat referendum erin te krijgen. Maar na die 10.000 moet je er 300.000. Gods onmogelijk. En daarom begint Geen Pijl van Geen Stijl vandaag aan de A16 met de publieksoffensief. En van ze 1, 2... Hoppelakee. Ga naar geenpijl.nl, vul die shit in en stuur het op. Want laten we die mafketels in Brussel merken dat het genoeg is geweest. Geen pijl, geen pijl, geen pijl, geen pijl. Mooi bordje zo langs de A16. Wat verdikke. Zou er trouwens ook lekkere tet op mogen?